Als je gaat kijken naar de literatuur die bestaat rondom energieprojecten, en vooral controversiële energieprojecten, dan weten we eigenlijk al heel veel over een bepaalde groep mensen. En dat zijn omwonenden van energieprojecten. Maar waar ik naar ga kijken, dat zijn initiatiefnemers en ontwikkelaars van energieprojecten. Binnen de literatuur is er eigenlijk nog een gat. En ik wil kijken hoe zij omgaan met omwonenden bij de planning en ontwikkeling van projecten. En wat doen zij bijvoorbeeld wanneer er conflicten ontstaan? Hoe gaan zij daarmee om? Ik zit in Delft als cultureel antropoloog en veel mensen vragen me ook waarom ik daar zit en wat ik daar precies doe. En ik zit op een faculteit waar heel veel sociale wetenschappers zitten, waaronder filosofen, economen en ik dus ook als cultureel antropoloog. Samen kijken we naar sociaal-technische vraagstukken en binnen mijn onderzoeksproject kijk ik dus naar energietechnologieën. Mijn dagen zien er eigenlijk heel verschillend uit. Er zijn soms dagen dat ik vergaderingen observeer van projecten, energieprojecten die ik volg. Dan kijk ik eigenlijk wat mensen aan het doen zijn, dan maak ik daar aantekeningen van. Maar er zijn ook dagen dat ik door heel Nederland trein en op de OV-fiets naar allerlei uithoeken reis om mensen te interviewen. Nou, dan komt een volgende fase eigenlijk in je onderzoek. Als je al die data hebt verzameld, dan moet het natuurlijk ook nog allemaal uitgewerkt worden en getranscribeerd. En het komt ook vaak voor dat ik gewoon een dagje thuis zit te werken. En dan zit ik gewoon lekker in mijn pyjama achter mijn laptop uren aan interviews te transcriberen. Het belangrijkste dat ik de afgelopen jaren heb geleerd is dat ik mezelf op sommige momenten serieuzer moet nemen dan dat ik tot nu toe heb gedaan. En op sommige momenten juist minder serieus. En dit is een beetje gerelateerd aan wat ik ook bij veel andere mensen om me heen zie. En dat is het zogenaamde imposter syndrome. En dat betekent eigenlijk dat je bang bent dat je op een gegeven moment door de mand gaat vallen. Dus dat mensen denken van, oh, je bent eigenlijk helemaal niet zo slim als dat ik had gedacht dat je was, bijvoorbeeld. En als ik zie dat zelfs hele ervaren wetenschappers hier ook last van hebben, dan is het juist heel belangrijk dat je als junior onderzoeker daar een manier voor vindt om daar op een productieve en constructieve manier mee om te gaan. Nou, als we gaan kijken naar de energietransitie, dan is dat eigenlijk een heel belangrijk maatschappelijk thema. En wat ik met mijn onderzoek wil doen en ook met ons grotere onderzoeksproject Respons, is dat we meer inzicht willen krijgen in die verschillende dynamieken rondom energieprojecten. En het zou heel mooi zijn als wij vanuit onze inzichten een klein stukje kunnen bijdragen aan energieprojecten en besluitvormingsprocessen die meer maatschappelijk verantwoord zijn. Faces of Science.